Op gezette tijden kan men uit het hoofdbureau van politie in Rotterdam mannen van de motorbrigade zien uitrukken. Het zijn knappe rijders, voor geen klein geruchtje vervaard. Ze bewegen zich door het drukke verkeer met het gemak waarmee een voetganger door een drukke straat loopt. Loopt er wat spaak, dan steken ze een paar keer een hand uit en alles loopt weer op rolletjes. En u hoeft niet te proberen ze te ontlopen. Als u in overtreding bent, loopt u een bekeuring op. Daar helpt geen lieve moederen aan. Ook al praat u als deze meneer Brugman. Deze Rotterdamse agenten komen niet zomaar bij de motorbrigade. Daar komt het een en ander voor kijken. Zoals dit bijvoorbeeld. Stel dat zo'n zijspan een band verliest. Geen nood in Rotterdam. Je gaat even op je motor staan, keert dan om en gaat de band weer halen. Dood eenvoudig. Al deze op acrobatiek lijkende oefeningen zijn een onderdeel van het zware trainingsprogramma dat ten doel heeft de rijvaardigheid tot de hoogste graad op te voeren. Tot slot de trots van de motorbrigade. 1 man op de motor, 8 op een rij ernaast. En daar gaan ze, 1 voor 1. Tot 9 toe. Ja, heus, 9. Let u maar op. Negen man op 1 motor. Ja, die Rotterdamse motorpolitie, we zeiden het al, is voor geen klein geruchtje vervaard.